weet niet zeker of het verlaat is. Het ziet er best nieuw uit. Steven is even aan het kijken. Dan mag het trouwens open gaan. Misschien is er iemand. Ik denk dat hier zwervers hebben geslapen. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe video. Ik ben natuurlijk een tijdje gestopt geweest met het maken van video's. Jullie konden mijn avonturen te volgen op mijn Instagram. Dat hebben jullie ook gedaan, super tof. Dankjewel daarvoor. Ik had helaas geen tijd om mijn video's te gaan editen voor YouTube en zo, maar ook te doen. Maar ik ga dat raad weer oppakken. Ik ben hier onderweg naar Techie in Umi. Ik ga daar blijven slapen vanaf, want morgen heel vroeg op. We hebben een plan. We hebben een aantal nieuwe locaties ontdekt. Tenminste, Techie in Umi hebben een paar nieuwe locaties ontdekt. En ze weten niet zeker of die wel verlaten zijn. Maar dat gaan wij onderzoeken. Dus moeten we er extra vroeg op staan. Wat dan de meeste mensen op slapen natuurlijk. Het is sowieso super spannend. Stel, er woont er iemand in zo'n huis en komt iemand tegen. Dus blijf vooral kijken. Ze stromen. Mocht het ombranden. Wie zijn eigenlijk zien? Mocht het ombranden. Ik kan ook gewoon nog wel als een diepvries, ook gewoon nog aangesloten. Steven is ook een video aan het opnemen. Staat hier gewoon een bed in de hal. Zwervers hebben geslapen. Dan moet ik op de grond kijken. Daar is nog een bed. En ze gaan slopen. Nou, wat me heel erg opviel om deze locatie. Kijk, de stroom staat er nog op. En toen ik binnenkwam, brandde de magnetron ook nog. Ik had echt het idee dat hier nog iemand woonde. Maar als je ziet, er zijn hier meer mensen geweest ook.
niks zwervers. Ik lig hier in het didgeridoo. Ja, ze hebben een kistje gevonden. Even kijken waar hij zit. Oh, als ik hem opkraag. Nee, je hoort hem ook. Hij klikt door, hij klikt door. Hè. Ah. Er zit iets heel zwaar in. Hey, joh. Ik weet het niet meer. Maar hij klikt door. Kun je hem even beter hebben? Uit het filmen. Je hebt hem zo open. Spaarboekje. Een spaarboekje. Dat is oud, nu niet. Oh, Daniel, hij krijgt hem gewoon op. Is dat een oud spaarboekje, hè? Ja. Bankzaken. En, ik denk een... Telring. Nou, met de... Daar zat een ring in, ja. Ja. Ja, gewoon papieren van het spaarboekje. Ja, man. Zeg oud. Ja, heel oud, amai. Die bank. Shit. Oh, dat is echt nog geschreven, of wat? Ja. Echt wat saldo op de bankrekening is echt nog geschreven, ja. En zo. Dat is een Belgische frank, dan neem ik aan. Geen euro. Is ook sowieso oud. Ja, man. Ja. Als hier adressen op staan, moeten we die wel blurren. Blur, dat zijn overal adressen. Hè? Ja. Oké. We plaatsen hem terug. Hier in het waskot aangekomen. Eigenlijk is het te modern van de video te maken. Ik vind dat gewoon grappig, want ik heb dezelfde wasmachine. Echt gewoon krank dezelfde. De was zit er nog in. Maat. Snel een kijkje in de woonkamer nog voordat we naar de volgende locatie gaan. Zit die aan de wegkant, dus we kunnen sowieso niet zoveel licht maken. Maar er liggen allemaal spullen hier nog. Koopboek voor persoonlijke papieren. Ja, de locatie is niet heel erg bijzonder. Het is een leeg huis. De spullen staan er allemaal in. Het is nog niet ontdekt door Urbex is. Ik zie wel dat de zwervers hebben geslapen. De binnenkoop is spannender als de locatie zelf. Maar ja, dit was de eerste locatie, denk ik. Er valt niet heel erg veel te zien. Dus we gaan.